Bart, welkom. Jij bijt de spits af in deze special. Dag, Filip. Chinese merken veroveren stilaan Europa, maar jullie waren er al een tijdje mee bezig met een legendarisch merk. Inderdaad, sinds vorig jaar voeren wij het merk MG. Klinkt bij iedereen zeer bekend. Uh, we zijn begonnen eigenlijk met de ZS, dat was een volledig elektrische versie. En nu hebben wij een compleet nieuw model, de nieuwe plug-in EHS. Uh, fiscaal zeer vriendelijke wagen, 100% aftrekbaar, 43 gram CO2. Dus zeer interessant richting fleet. Chinese auto's, schept dat nog vooroordelen? Als we kijken naar producten die uit China komen, wordt er toch wel een klein beetje argwanend naar gekeken. Nu, bij de auto-industrie is dat helemaal anders, denk ik. Uiteindelijk, uh, MG maakt deel uit van de SAIC-groep, de zevende grootste autogroep ter wereld, zeven miljoen wagens per jaar, tien jaar ervaring in elektrische wagens. En dat maakt ook dat wij nu met MG zeven jaar garantie kunnen geven, wat toch wel overtuigend moet zijn naar kwaliteit toe. En bijkomend voordeel is ook dat we eigenlijk al een compleet dealernet hebben dat heel het land afdekt.